7 uur was ik wakker, terwijl we 10 uur ontbijt hadden. Dus ik had al vol spanning toen in de ochtend. Maar eigenlijk hebben we daarna gewandeld, rustig gegeten, met elkaar afleiding gezocht, waardoor we dus rustig aan hier naartoe groeiden. Toen we in de kleedkamer waren, hebben we nog een filmpje gekeken wat de staf allemaal heeft ingesproken en liet zien hoe trots ze op ons waren en dat het nog één keer moest gebeuren. Als je eenmaal op het veld staat, dan weet je wat je te doen staat en dan moet je gewoon winnen. Ja, gewoon als je op het veld staat, dan laat je toch wel een traantje. Omdat je gewoon zo ontzettend blij bent dat je gewoon je doel hebt bereikt. En ja, het is gewoon een geweldig toernooi geweest. Kampioenen, hè? Kampioenen! Gewoon echt geweldig, allemaal met elkaar. En dan zie je ook dat we gewoon een echt team zijn. En ik denk ook dat we daarom uiteindelijk hebben gewonnen. Ja.